heb gekozen voor de Sabelspoort omdat dat met de Rijn achter mij en met een stukje geschiedenis verbeeld waar we als Gelderland veel mee voldoen hebben gehad. En dat geeft altijd aan dat je als politicus een aantal jaren mag meedraaien in de politiek, maar dat je een stukje geschiedenis achter je hebt en dat je probeert de toekomst op een mooie manier in te richten. En die verbinding zou ik graag met dit beeld willen laten zien. De reden waarom ik de politiek in ben gegaan is toch een persoonlijke reden. Ik ben zelf homo en ik heb een vriend. Met als gevolg dat je geen kinderen hebt in je leven. Ik zeg altijd, onze lieve Heer heeft mij een goed stel hersenen gegeven om mij ook in te kunnen zetten voor mensen die het wat minder hebben in de wereld, ook in Gelderland. En op die manier heb ik op mijn 27e bedacht van nou, de provincie is een mooie bestuurslaag om het voor een aantal mensen wat anders en beter te maken. Dus voor een 2 miljoen mensen wil ik me toch graag blijven inzetten. Dat heb ik al 10 jaar kunnen doen en hopelijk nog een aantal jaartjes voor de boeg. Ik werk bij de gemeente Nijkerk. Ik ben daar projectleider jeugdzorg. Nou, het statenwerk houdt voor mij in dat ik gemiddeld 10 tot 15 uur, soms 20 uur per week bezig ben met mijn statenlidmaatschap. Het is eigenlijk een functie bovenop je reguliere werk, dus vaak na werktijd, de weekenden, veel leeswerk ook. En dat betekent dat je toch aan het nadenken bent van hoe je Gelderland op een zo goed mogelijk manier eigenlijk de toekomst in wil brengen. De sfeer in Gelderland is goed in de Provinciale Staten en dat is die gelukkig al voor vele jaren. Dat betekent ook als CDA dat je investeert in samenwerking met andere partijen. Dat je op die manier probeert te geven en te nemen. Het is niet altijd hosanna voor je eigen partij. Maar gelukkig, we zijn als CDA een coalitiepartij. Dus van die kant kun je toch aan de voorkant veel sturen en zaken proberen te realiseren. Dat gaat gelukkig ook goed. Maar dat betekent altijd dat je partijen ook met elkaar in verbinding moet brengen om tot een meerderheid te komen in de Staten. En daar werken we hard aan mee. De regeling Start Smart voor jonge ondernemers, startende ondernemers, die is uit de CDA gekomen via een initiatiefvoorstel. De tweede is een regeling voor leefbaarheid. Daar kan een ton, anderhalve ton voor cultuurhuurder, voor verbouwing van kerken, van dorpspleinen, kan worden aangevraagd om toch die leefbaarheid lokaal op orde te brengen. En de derde is bijvoorbeeld ook glastuinbouw. Door het buitengebied goed te reorganiseren en de kassen samen te zetten, krijg je een stukje stimulans op een beperkt gebied. Dus ondernemers kunnen kennis en kunde bij elkaar delen, dus met de buurman. En een stukje verrommeling van het platteland wat daarmee tegengaan. Het zijn toch drie zaken die laten zien waarin werk, economie en toch ook het gezin, de relaties bij elkaar samenkomen.